Ja, je hebt autisme en je wilt heel graag sporten. Wat zijn dan de mogelijkheden? En hoe weet je nou of er mogelijkheden zijn? Kun je dat vinden op internet en hoe vind je die dan? Nou, daar gaan we het allemaal over hebben in dit eerste deel van het programma. Dat bespreek ik met mijn gast Chantal Micho. Welkom. Dankjewel. Chantal is van Uniek Sporten. Wat is dat precies? Dat klopt, ik ben van Uniek Sporten. Uniek Sporten is een sportloket voor mensen met een beperking. Wij hebben als doel om zoveel mogelijk mensen met een beperking aan het sporten te krijgen, waaronder ook mensen met autisme. Oké, en wat is jouw rol? Wij geven daarin sportadviezen. Dus mensen kunnen bij ons terecht voor een sportadvies. Ze kunnen ons daarvoor bellen of een mailtje sturen. Maar ze kunnen ook door middel van de sportzoekmodule kijken wat is het aanbod in de omgeving. Ja. Dus je kunt jezelf eigenlijk daarin ook een sportadvies geven. Oké. Ja. Ja, we gaan zo even ook jullie website laten zien. Ja. Jullie hebben ook een geweldige app overigens, die dat zoeken een stuk makkelijker maakt. Hè? Ja, klopt. Maar nog even over jullie rol. Stel, je bent een sportvereniging en je denkt van, nou, ik wil eigenlijk wel meedoen aan zo'n initiatief. Ik wil mensen met een beperking eigenlijk ook wel aan het sporten krijgen. Ja. Kun je dat zo starten of hoe werkt dat? Nou, dat kun je niet zomaar. Een van de pijlers is ook vereniging, ondersteuning. Dus stel een vereniging die wil heel graag starten, dan kunnen ze bij ons terecht voor advies eigenlijk. Mm-hmm. En dan doorlopen we ook een stappenplan. We bekijken ook daarin de spreiding. We zijn een regionaal samenwerkingsverband. Dus we bekijken ook of de spreiding van de desbetreffende sport ook in de buurt zit. Dus stel voor, er wordt voetbal aangeboden. Dan is het niet slim om het 2 kilometer verderop ook dat te gaan doen. Tenzij, dus bekijken, heel veel vraag is, tenzij dat er heel veel vraag is. Maar dan kun je beter het bij de desbetreffende aanbieder gaan versterken, zeg maar. Ja. Maar stel, je bent er als vereniging achter dat er toch wel vraag is. Hè? Je hebt die vraag al een aantal keren gehad in de club. Ja. Dus die behoefte is er. Ja. En ik wil starten. Ja, want dat is stap 1, de behoeftepeiling. Mm-hmm. Dan is stap 2 eigenlijk, stel een werkgroep samen, waarin ook een bestuurslid actief is, maar ook een deskundig iemand die bijvoorbeeld werkt met de desbetreffende doelgroep, dus vanuit de zorg of het onderwijs. Mm-hmm. Vervolgens is eigenlijk stap 3 daarin, is dat je ook bekijkt of de desbetreffende accommodatie toegankelijk is, of er nog aangepaste spullen nodig zijn, dus bijvoorbeeld ballen die speciaal daarvoor zeg maar geluidsdempend zijn. Goeie. Ja, dat is echt heel erg belangrijk daarin. Vervolgens stap 4 is het ook belangrijk dat je verschillende partners daarin hebt. Dus bijvoorbeeld de zorg. Onderbreek je even. We hebben zo'n stappenplan eventjes op de rij gezet. Ook op de structuur. Misschien dat we hem even kunnen laten zien, beeldvullend. Dan hebben we een indruk van, dit is de website. Ja. Het stappenplan ziet u op de achtergrond. Ja. Dat staat ook allemaal op jullie site. Hè? Daar gaan we straks ook even laten zien. Waardoor die verenigingen heel makkelijk geholpen worden in die route, hè? Naar zo'n team. Ja, het is ook een leidraad inderdaad om ze op weg te helpen daarin. Hm. En wij geven daarin advies eigenlijk. Kunnen ook tot de conclusie komen dat het toch niet handig is, omdat je, ja, weet ik veel, misschien niet voldoende deskundigheid in huis hebt? Ja, dat kan. Dan geven wij ook dat advies. Misschien eerst nog iemand erbij, nog een bestuurslid, of nog vervolgens eerst het kader kloppend te maken. Want dat is echt stap 1, dat het kader er goed voor staat en dat die er ook vanaf weten en er klaar voor zijn. Ja. En als dat nog niet het geval is, dan geven we daar een advies om nog niet te gaan starten. Ja. Maar dat heeft ook te maken met de behoeftepeiling nog daarin. Stel voor dat er maar 2 sporters zijn. We geven daarin vaak het advies om te beginnen bij 4 à 5 sporters. Oké. Okay. Ja. Nog even naar autisme, hè? Want daar hebben we het eigenlijk over vanavond. Ja. Jij helpt teams of sportverenigingen in een hele brede vraag, hè, naar mensen met een beperking. Niet alleen autisme. Hè? Nee, dat klopt inderdaad. Het is heel breed. Hoe groot is de vraag naar autisme teams dan? Ja, wel steeds meer. Maar ik denk ook nog dat er heel veel onbekendheid is bij heel veel mensen met autisme wat betreft sport. Ook als wij kijken naar onderzoeken, waarbij mensen met een beperking ook antwoorden, zien we dat de doelgroep mensen met autisme qua respons nog heel vaak achterblijft. Hoe denk je dat dat komt? Toch het bereiken van de doelgroep is toch wat lastiger daarin ook. Heel veel gaat via de zorg, gemeentes, maar heel veel mensen met autisme, die wonen ook gewoon thuis. Dus ik denk dat het bereiken daarvan misschien toch wat lastiger ook is. Kan het ook zijn dat ze van zichzelf denken dat dat geen goede match is? Ja, dat zou heel goed kunnen. Dat krijgen we ook heel vaak terug van, maar waar kan ik dan sporten? En wat kan ik dan doen? Er is toch helemaal niks voor mij? Mm-hmm. Dat krijg je ook zeker terug. Mm. Dus de onwetendheid, dat speelt zeker ook heel vaak. Ja. Maar, en als je nou kijkt naar de ervaringen die jullie hebben, kan je dan zeggen dat het eigenlijk best wel in de praktijk een goede match kan zijn? Dat het vaak goed gaat?
ja, er is voor iedereen eigenlijk wel iets te vinden. En ja, ja, ik denk zeker dat de bekendheid daarin ja, nog steeds meer moet komen eigenlijk. Ja, ja. Voor ieder wat wils. Ja. Dus als ik, ik roep maar een rare sport, nou nee, ik bedoel niet raar, maar een unieke sport, ja, boogschieten. Ja. Kan ik dan met autisme daarbij? Dat kun je hier ook in de buurt doen, boogschieten. Ja, en je kunt bijvoorbeeld ook schermen, je kunt judoën. Er zijn echt heel veel opties mogelijk. Ja. Okay. Softballen. Ja, we kunnen wel zo meteen even kijken, ja, nou, naar, ja, het aanbod. Mijn voorstel is om dat ook eens te, ja, gaan doen. Dan moet ik misschien even uitleggen. We gaan proberen hier op deze computer te laten zien hoe dat werkt. Als je nou wil weten of er een sportvereniging bij jou in de buurt is die, ja, passend is. Hè? Nou, we laten nu de site zien. Ja, we zien hem nu in beeld. Kan je zeggen wat we hier zien? Nou, je ziet vervolgens de beginpagina. Stel voor je weet nog niet wat voor een sport je graag zou willen doen. Dan kun je eerst de sportkeuzehulp gaan intoetsen. Ja, dat is dus hieronder. Dat is deze knop. Dan druk ik die in. Ja, vervolgens. Je kan kiezen. Ja. Individueel of team. Nou, ik kies voor teamsport. Ik hou van binnen, want ik ben geen buitenmens en ik wil geen watersport doen. Maar ik wil een balsport doen. Ik, okay, ga er even snel doorheen, hè? Ja. Nou. Nou, zie je vervolgens heel veel sporten waar je dan volgens een keuze uit zou kunnen maken. Nou, we kiezen nu even voor voetbal bijvoorbeeld. Ja. Ja. Keuze opslaan. En nou, dan daar staat hij. Staat hij vast. En nu? Nou, vervolgens kun je de postcode invoeren. Dat zijn alleen de 4 cijfers waar je woonachtig, ja, bent. Doen we. Nou, we doen even Elst. 661. 661, ja. Nou, vervolgens doe je de leeftijd van, nou, de desbetreffende ik sporter. Ik doe dat voor mijn kinderen bijvoorbeeld. Okay. Je kunt dus ook kiezen voor volwassenen en senioren, zie, ja, ik zelfs. Hè? Dat kan, ja, ook zeker. We kiezen, ja, kinderen en we kunnen een handicap kiezen. Ja. Nou, in dit geval kiezen we autisme spectrumstoornis. Ja. Nou, vervolgens kun je op de zoekopdracht drukken. Je zou ook nog kunnen drukken op de afstand. Stel, oh, ja, voor je wil niet te ver reizen, want nu geeft hij gewoon heel het aanbod aan. Oké, okay, ja, hij geeft 29 zoekresultaten. Ja. Dus dat is best veel eigenlijk. Zeker, je ziet vervolgens het dichtstbijzijnde aanbod. Nou, we drukken heel eventjes op Sportclub Bemmel. Meer informatie. Ja, en zij hebben het heldenvoetbal. Oké. Okay. En ja, goed, de leeftijd is daar eigenlijk van 5 jaar tot 21 jaar. Dus, okay, echt een hele diverse groep ook. Nou, stel voor je zou daar graag een keertje willen meetrainen, dan kan dat door de desbetreffende contactpersoon te bellen of een mail te sturen. Maar je zou dat ook via ons kunnen doen. Oké. Okay. En zo zijn alle sportverenigingen die in dit geval regio Arnhem? Ja. Of hoe groot zijn jullie? Nou, we zijn ontzettend groot geworden, maar dat zijn niet wij, maar dat doen de desbetreffende sportaanbieders natuurlijk in de regio. We zijn begonnen met ongeveer 60 sportaanbieders, dat is in 2010. En we zitten nu op 120 sportaanbieders. In? De regio Arnhem. Doe maar. En dat zijn dus 165 verschillende takken van sport. Dus dat zijn er echt ontzettend veel. Maar is dat zo razendsnel gegaan dan de afgelopen jaren? Want ik kan me herinneren dat 5 jaar geleden moest je ze nog aan de loop zoeken, die verenigingen. Ja. Nou, het is snel gegaan, maar er waren ook heel veel sporten die nog niet bekend waren. Hm. Dus die zijn uiteindelijk allemaal gebundeld op één website. Nou, de website Uniek Sporten. Ja. Dus ik denk dat ook veel sporten nog al wel waren, maar nog niet bekend genoeg waren onder de doelgroep. Nou, dat is wel handig. Overigens, dit is via de computer, hè? Maar jullie hebben ook een app, begrijp ik. Het is ook uitgewerkt op de smartphone, hè? Ja, dat is eigenlijk precies hetzelfde. Daarin zit eigenlijk nog een extra functie. Dat betekent dat je ook een account kan aanmaken en ook vragen kan stellen aan de desbetreffende aanbieder. Maar dat is nog wel echt in de opstartfase. Dus dan zou de aanbieder ook een account moeten hebben waardoor je een chat kan starten. Oké, okay, dus maar dat is een toevoeging en dat is echt nog in de groei eigenlijk. Leuk, ja. Ik ga even nog naar een ander kopje voor aanbieders. En daarmee worden de sportverenigingen bedoeld, denk ik. Hè? Ja, dat klopt inderdaad. Want ik vind het toch ook wel interessant om nog even te laten zien wat daar voor materiaal te vinden is. Hè? Misschien kan je dat even toelichten. Ja. Nou ja, goed, het stappenplan die we net al gezien hebben eigenlijk. Dan mag je op het knopje drukken aanbod starten. Ja. Nou, verschillende kopjes die worden daar nog even extra toegelicht. Ja. Maar ook belangrijk, de communicatie. Wat is belangrijk voor de vereniging om ook te weten wat moet ik publiceren en waar moet ik dat doen? Dus de belangrijke kopjes die worden hier eigenlijk nog even toegelicht. Ja. Nou, we zijn het eind gekomen van dit gesprek. Dank je wel voor je informatie en bijdrage. Ik hoop dat het u helpt. Ik zou zeker de website van Uniek Sporten gaan bekijken, ook al
woont u misschien een end uit de buurt, maar het geeft wel een beeld van wat er allemaal kan. En misschien dat u denkt van, ik wil dat in mijn regio ook. Nou, dan kunnen ze ook volgens mij contact met jou opnemen. Ja, en er komen ook steeds meer gemeentes bij, dus bekijk de website zeker. Graag tot de volgende keer en bedankt voor het kijken.